Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft een nieuw minimumuurloon vastgesteld. Het bedrag is gesteld op 15 SAD en 49 cent. Dit zei minister Reshma Kuldeep Singh vanmorgen op een persconferentie. De bewindsvrouw zegt dat het ministerie echter nog in gesprek is met andere actoren, waaronder de vakbeweging. Alleen hebben we een ander probleem dat we nu hebben gepresenteerd aan verschillende organisaties, waaronder de vakbeweging. En we zijn nog in gesprek met de vakbeweging omdat we nog niet op één lijn zitten. Maar ik mag u wel aangeven dat het advies van de loonraad bindend is voor de minister van Arbeid. Wij hebben als ministerie ervoor gekozen om in dialoog te gaan met verschillende organisaties en dat we het hebben gepresenteerd. In feite hoefde dat niet. Het is bindend, zoals ik dat eerder zei. Dus wij hadden ervoor kunnen kiezen om het bekend te maken. Ik ga het hier aangeven dat het bedrag dat is uitgerekend door loonraad is SRD 1549. En het was 840. Wij zijn na berekeningen zijn we gegaan tot een bedrag van 1549. Het ministerie streeft ernaar om begin april het officiële minimumuurloon bekend te kunnen maken.